Goedemiddag, zou je eerst even willen voorstellen aan ons? Ja, ik ben Petra van Zijlst en ik ben 5 jaar werkzaam bij Kidzonly. En vanaf 2010 ook de algemeen directeur van Kidzonly. Dat wordt natuurlijk binnenkort even opgezet, kinderopvang. In hoeverre merken jullie dat? De afgelopen jaar, 2 jaar, merk je inderdaad dat ouders minder dagen afnemen. Of moeten opzeggen omdat een van de twee hun baan kwijt is. Wat wij daarin wel aanbieden is dat je nog 3 maanden heb je recht op de toeslag. En dat wij dan in die 3 maanden zeg maar de opzegtermijn niet handhaven. Dus kunnen die 3 maanden blijven, hebben ze geen nieuwe baan, dan kunnen ze gewoon weg naar die 3 maanden. Ja. En opa's en oma's mogen weer, hè? Heel veel job. Het FTE, zeg maar, de fulltime medewerkers is wel gedaald, het aantal. Maar wij werken met min-max contracten. Dus ze hebben een minimaal aantal uren wat ze moeten werken en een maximaal wat ze kunnen werken. Ja, en daarin kan je wel een beetje spelen op basis van de kindaantallen. En je merkt wel dat het minder is. Ja. Maar gelukkig hebben we 10 vestigingen. Dus waar het bij de ene wat minder loopt, kan je de medewerkers vaak bij een andere nog weer wat extra uren bieden. Waar wij altijd wel heel streng op zijn geweest is in de kinderdagverblijven afnemen van minimaal 2 dagdelen. Daar zijn we nu wat soepeler in geworden. Als ze echt per se maar 1 dagdeel willen, dat is dan bijvoorbeeld de ochtend of de middag. Dan geven we wel aan dat het voor het kind prettiger is om 2 dagdelen te komen. Dan kunnen ze wat beter wennen aan de kinderen en de leidsters. Maar als ouders het echt willen, wie zijn wij dan om te zeggen dat het niet mag. Dus dat bieden we dan wel aan nu. Ja. Ik denk wel dat je door moet gaan met opleiden. We hebben toevallig net nog weer een nieuwe medewerker aangenomen vandaag. Wat we eigenlijk altijd al doen is mensen altijd laten starten met een oproepcontract. Om ook te kijken van hoe zijn ze en passen ze binnen de organisatie. En we hebben afgelopen jaar, normaal gesproken hebben we 3 à 4 stagiaires die doorgroeien bij ons. En dit jaar was er maar 1 eigenlijk. Ja. Dat heeft er ook mee te maken natuurlijk. Ja. Dan kan ze niet meer plaatsen. Nee, en ze willen niet allemaal 0 uren. Het liefst een fulltime baan, en dat heb je niet meteen. Masja? Nee. Nee. Maar ze voornamelijk part-time werken. Geks. Kinderdagverblijven werken ze 4 dagen. En dat zijn wel echt, dat is een fulltime baan. Dat is ongeveer 36 uur in de week. Heeft wel onze voorkeur, maar goed, het zijn allemaal dames die bij ons werken. Dus die hebben ook vaak kinderen, dus die willen dan ook wel minder werken. Maar kinderdagverblijven is het minimum wel echt 2 dagen, 2 volle dagen. En op de buitenschoolse opvang, dat is eigenlijk na schooltijd. Ja, daar werken meer parttime medewerkers, want het is wat korter. En denk je dat ben je bang voor dat je binnenkomt? Nou ja, er is vorige week natuurlijk aangegeven dat er 100 miljoen teruggaat naar de kinderopvang. Afgelopen week hebben we ook meteen gemerkt dat er weer meer inschrijvingen dan normaal waren. Dus ik denk dat we de grootste klap gehad hebben. Masja, die loopt even naar de